De mapjes zijn allemaal klaar. De fietsen zijn gecontroleerd. Ja, u hebt de leerlingenlijst. Wat ben je hier aan het doen? Fietsexamen. Heb je er ook voor geoefend of niet? Ja, op school. En wat heb je daar allemaal gedaan? Met allemaal borden, weet je wat de borden betekenen? Hier organiseren wij de praktische verkeersproef voor leerlingen van groep 8 van de basisonderwijzers. Dit jaar doen er zo'n 550 leerlingen aan mee. Nou, de leerlingen die gaan een parcours affietsen langs een aantal scholen waar ze dus van het voortgezet onderwijs, waar ze straks ook naartoe gaan. Een groot gedeelte van die leerlingen. Ja. En waar worden ze op gecontroleerd dan? Ja, het meest voorkomende is natuurlijk het hand uitsteken. Hè? En ook verkeerslichten, als ze dat goed door hebben, dat ze dus niet door rood mogen fietsen, wat nog wel eens gedaan wordt. Voordat de leerlingen gaan fietsen op de route, gaan wij door leerlingen van de Noordic, afdeling Vriezenveen, zeg maar, school, die controleren de fietsen op een aantal punten waar aan de fiets moet voldoen. Hè? Zeg maar goede rem, een bel. Goede reflectie en dat soort dingen. En of de fiets in goede staat is. En het wordt gedaan door vrijwilligers, hè? Ja, hoofdzakelijk vrijwilligers. Ik ben daar van de gemeente erbij betrokken. En we hebben een aantal vaste vrijwilligers die dat al jaren doen. Een goed team met Sini Boer, Jannie Schuilenburg en Remy Schuilenburg. En we hebben ook de hulp van het Rode Kruis erbij. Heel belangrijk. En vrijwilligers van de scholen. Hoe is het gegaan, de verkeersproef? Het ging wel goed. Viel het mee of viel het tegen? Het viel wel mee. Dus het was niet echt heel erg moeilijk? Nee, alleen een paar pijltjes die stonden een beetje onduidelijk, maar het ging wel goed. En wat vond je van de mensen die er zaten? Vond je toen eng als je langskwam of niet? Nee, het was gewoon dat hun gingen keuren of je het goed deed. Er is ook een wedstrijd aan verbonden, hè? Ja, dat klopt. De beste school, zeg maar, die het beste fietst, minste fouten maakt eigenlijk. Ook met de fietskeuring goed doorkomen, zeg maar, minste fouten hebben, die winnen een beker en voor een jaar een wisselbeker. Ik denk dat je geslaagd bent. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. Oké, fijn. Voordat men alles af gaat sluiten, gaan wij altijd naar een school in die gewonnen heeft en dan maken we daar een feestje van.